Ik kwam hier al voorbij gereden. Ik zei, jongens, dan moeten we gaan hiken. Dit gaan we niet met de scooter doen, dus het is catchy. We hebben een man ontmoet en die spreekt toevallig Nederlands. Een hele goede morgen vanuit Hideout Bali. Het is nog steeds de mooiste plek waar we tot nog toe zijn geweest hier. En ik denk ook niet meer dat dat gaat veranderen, eerlijk gezegd. Maar we hebben weer nieuwe avonturen op de planning staan. We gaan naar watervallen toe, we gaan naar gekke reisvelden toe, we gaan naar tempels toe. En Ivo die is nog bezig met zijn laatste preparations en dan we're going out. Ja, en ik hoop dat het droog blijft, want ik ben een beetje sceptisch omdat ik allemaal al weersberichten heb gezien dat vanmiddag alleen maar gaat regenen. Alleen, we zitten hier in de tropen, dus then again, je kan het niet zeker weten. Je kan het gewoon niet voorspellen hier, want in de Filipijnen zeiden ze ook dat het een week lang ging regenen. En we hebben regen gehad. Ja, we hebben regen gehad, maar niet altijd. Dus laten we gaan. Iedereen die is als het goed is ready. We hebben alles ingepakt. Rob! Ja. Tempo! Tik-tak, tik-tak, let's go! Hij moet ook nog terug dadelijk, hè? Ik heb het op binnen! Help even, help even! Ja, die krijgen we daar niet uit. Ja, maar hij zit op mijn voet. Ja. Hij zit op mijn voet, help even. Luister, ik zei nog, ik wil hem aanpakken. Maar nee hoor, hij moest het toen zelf doen. Ik dacht, ik ga me er niet mee bemoeien. Hij heeft helemaal geen schade, jongens. Moment, ik doe mijn zonnebril hier vooraf. Dit pad was eerst 1,5 voet, hè. Ik kom hier aan. Welk pad? Ja, het pad wat weg is gevaagd door Rob hier. Ik kwam hier al voorbij gereden. Ik zei, jongens, dan moeten we gaan hiken. Dit gaan we niet met de scooter doen, dus het is catchy. Nee hoor. Rob is weer de professional scooterrijder. Hij kan hier langs avontuuren. Was ik bijna goed gegaan. Totdat de achterwiel hier kwam. En toen was het lekker naar beneden. En dan hebben we twee problemen. 1. Die scooter moet hier weg. Die moet terug naar boven. En 2. Hij moet ook weer terug die kant op. En hier is geen weg meer. Dus dat gaat een beetje moeilijk worden. Ik zou jullie heel eerlijk zeggen, dit is het meest hopeloze pad ever. Je wil eigenlijk gewoon die scooter zo snel mogelijk weer die kant op krijgen, want hier wordt het niet beter. Maar hoe we dat gaan doen is nog de vraag. Er moet wel iemand aangelopen. Oh ja, ik heb een kokosnoot gevonden. Kokosnoot zat erin. Heb jij een betere optie? Ja, ik zeg niet dat ik een betere optie heb. Ik zeg alleen dat het nog lastig wordt. Hier, kijk naar hem. Hier. Kijk dan. Ja. Oké, nou we gaan kijken of we de scooter hierdoor kunnen weghalen. Gaat heel erg lastig worden, maar we gaan ons best doen. Kijk, ik ga helemaal klaar maken. Hoe zijn mijn gangjes weg? Ik wil hem uitkrijgen. Oké, die moet tillen. Ik ga daar even staan en til ik hem omhoog, ja? Stel hier, jongens. Dit is een muur, hè? Dit is niet omhoog rijden, hè? Oké, ja. Moet je hem even omhoog tillen? Ja, wacht even. Kijk hoe ik sta erop. Oké, cool. Ik sta hier amper. Ja, goed. Wacht even. Hey. Ja, tillen. Ja. Oh, yes. 1, 3, 2. Omhoog tillen, die bal. Ja. Hey.
Hebben we geluk, hè? Komen we er weer goed vanaf. Yeah. Rob Hoeks, beste scooterrijwagen 2019. We hebben een man ontmoet en die spreekt toevallig Nederlands. Hij heeft ons uitgenodigd naar zijn huis, dus we gaan eens eventjes kijken. Want wij zoeken naar waterval. Patawaya. Patagawaya. Talagawaya. Talagawaya. You know where it is? Ja. Sayatau. Ik heet. Sayatau. Sayatau. Ik heet, ja. Talagawaya River. Oké. Wil u naar rafting net? Rafting? No, rafting. Heel mooi. Het is van Stein. Oh. Heel mooi. Mooi. Man. Oh, gekke vissen heeft hij. Kijk dan. Vis. Mooi. Maakt het wel mee hier, hè? Of niet dan? Maakt het wel mee. Van simpelweg een route naar de waterval en naar een vallende rop worden uitgenodigd door een local. Ik heb niks klagen. Best wel nice. Ah. Het is kennis. Het zijn gekke tekeningen, man. Only 8 euro. Welk huisje leuk ingeven? Ik heb een print ook van Bussum van Emmen. Ja. Oh, Emmen. Bussum. Ja. Emmen. In Nederland, Emmen. Ja, Emmen. Is Noord. Ja, jij bent daar geweest. Bagusakari. Ja. Saya pergi ke pasar. I go to market. Saya pergi ke pasar. Ke pasar. Saya pergi ke restaurant. I go to restaurant. Nou, dit is super grappig. Die vent die hield ons dus even staan net toen we hier naar de waterval aan het rijden was. En blijkbaar is hij een leraar en is hij nou ons een beetje de Indonesische taal aan het leren. Wat ook heel handig is, je kan dit ook in Java gebruiken. En laten we daar nou heen gaan voor die fucking vette vulkaan. Waar jullie over een paar dagen gaan zien. Dus stay tuned en abonneer sowieso. En dan gaan we nou ons reis naar de waterval vervolgen. Het is eigenlijk toch te mooi om waar te zijn, hè? We gingen naar een waterval toe. We lopen hier door het paadje heen. En wat staat er hier links achter mij? Een loket. Schrop, ik hoop dat je genoeg geld bij je hebt. Ik denk dat we entry moeten betalen. How many people? 3.45. You have change? No. No change? No change, 1,000 I don't have. We zijn bij een reusachtige waterval. Maar net als in IJsland is hier kapot druk. Dus dat gaat er lang duren voordat wij hier echt wat foto's kunnen maken. Nu begint de battle waar we eigenlijk niet aan willen beginnen, Niels. Zullen we anders gewoon niet doen en Ivo nog een nachtje in de hangmat laten slapen? Lijkt me wel beter. Dat vind ik ook een goed idee, maar het moet, Niels. Ja. Voor het bed, jongens. Dus jij papier en ik blijven slapen. Ja, kom, hup, speel. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ja! Wow. Ja, dat was zo zelfverzekerd. Als je slim bent, dan vraag je heel lief aan Ivo of jij zijn hangmatje mag usen. Nee, ik ga hier op pitten. Oh ja, hij gaat weer op de bank. Op de bank! Dit ligt eigenlijk best wel prima en ik voel me zo wel Cupido anno 2019. Dus heb jij liefdesproblemen? Stuur me een berichtje op Instagram en ik help jou daarmee. @NielsJansbeek, @DTim. We hebben ice cream besteld, toch? Dit lijkt er niet op. Maar dit is een krokant gefrituurd banaantje eromheen. En erin zit ijs. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ik ben benieuwd. Niels heeft het al geprobeerd. Oh. Maar ik ben vaak niet echt fan van kokos. Maar we gaan het gewoon proberen. Oh. Gewoon in één keer in je mond duwen. Heel goed. Het regent al een paar uur hier. We wouden eigenlijk nog naar een tempel gaan, maar zoals jullie zien is het inmiddels donker. Dit is onze laatste nacht hier. Niels en ik die hebben gewonnen, dus wij slapen lekker in het bedje. En morgen dan is het tijd om weer helemaal naar het zuiden te gaan. Naar Kuta of Semiyak, ik weet niet precies. Maar dan gaan we naar een surfhostel en dan gaan we leren surfen. Daar heb ik persoonlijk heel veel zin in. Ik heb die shit nog nooit geprobeerd. Rob en Niels wel in Hawaii. Moet je even de Hawaii vlogs kijken, dan kun je een paar beelden daarvan zien. Maar ja, Rob vindt het niet zo heel leuk, heb ik gehoord. En Niels, wat vind jij er echt van? Ja, weet je wat het is?
Die guy die nam ons mee, die zei ja, gaan we hier op het water en dan komt er een golf en dan moet je maar paddelen. Maar that's it, weet je wel, meer zei die ook niet. En die golven waren niet zo geweldig, snap je. Dus ik hoop dat dit wel een betere ervaring wordt. Want om te surfen lijkt me wel dope. Dat lijkt me echt wel vet. Nou, mij dus ook. Dus dat gaan we morgen proberen. En waarschijnlijk ook een hele hoop andere dingen. Dus ja, zorg dat je morgen ook gewoon weer kijkt. Nou, een vriendin van ons heeft ons aangeraden om hier bij Green Guru een bol te eten. En als ik heel eerlijk zeg, het ziet er goed uit. Ja, het is gewoon echt ziek weer, jongens. Gewoon een zwembad hier, jungle op de achtergrond. Oké, jongens, dan zijn we eigenlijk aangekomen bij het spelletje steen, papier, schaar. Wie gaat er in de master bedroom slapen? Oftewel de meest epische locatie van heel deze villa.